iedereen, vandaag heb ik voor jullie een grote zomershoplog. Hij is eindelijk online. Ik laat jullie dus zien wat ik allemaal in de maanden juli en augustus gekocht heb. Het is een heleboel. Ik heb er een zak langs me staan en ik ga gewoon random dingen eruit halen. Dus het is niet op een bepaalde volgorde wanneer ik wat gekocht heb. Dus laten we snel beginnen. Het eerste wat ik jullie ga laten zien heb ik op dit moment aan en dat is deze ring. En de ring komt van de Kruidvat. Hij was €4,95. Ik weet niet van allens trouwens nog exact de prijzen. Maar dat is dus de ring. Ik vond het wel gewoon mooi en simpel. En ik heb hem echt alle dagen aan. Het tweede dat ik gekocht heb, heb ik ook aan. En dat is dit vest. En dit komt van de New Yorker. En het is ietsjes langer van achter. Ik zal even laten zien. Het komt tot hier. En ik vind het heel erg leuk. En ja, ik vind dat het heel mooi staat. En het is gewoon echt heel erg handig als het zeg maar zo niet heel erg warm is. Maar je wilt toch zeg maar even een vestje aan hebben. Want het is gewoon een heel erg dun stofje. En dit komt dus van de New Yorker. Het volgende dat ik gekocht heb zijn deze schoenen. En dit zijn mijn sandalen. De meeste dingen die ik jullie ga laten zien hebben jullie waarschijnlijk ook al zien voorbij komen in mijn vlogs. En die sandalen zien er zo uit. Ik vind ze heel erg mooi. Het zijn zo van die teenslippers. Ze lopen ook super gemakkelijk. Ik zeg je wel, ik kan er niet een hele avond bijvoorbeeld op dansen of een hele dag mee gaan shoppen. Want dan heb ik echt een blaar tussen mijn tenen. Maar ik bedoel, voor gewoon naar school, et cetera, vind ik het hele fijne schoenen. En ik vind ze ook super mooi. Dan heb ik nog een paar schoenen gekocht. En die heb ik bij, ik weet niet even, Sammy Shoe heb ik ze gekocht. Voor €15 heb ik ze kunnen scoren. En dat zijn deze simpele zwarte sneakers eigenlijk. En ze hebben ook een mooi detail aan de achterkant van die mooie glittertjes. En ze lopen heel erg fijn. En ze staan op alles omdat het zwart is. Ik combineer ze echt op bijna al mijn outfits. Ik wissel dus vaak af met mijn Adidas Superstars. Dus ook deze schoenen ben ik heel erg blij mee. Dan het volgende wat ik gekocht heb is dit t-shirtje in de New Yorker. Hij is een beetje crop top bij mij. En hier staat op Meow or Never. En er komt er ook echt zo'n katje uit dat zakje. Dus is, zo hier zit zo'n zakje. Vind ik heel erg schattig. En het is ook gewoon zeg maar een basic t-shirt wat bijna op alles te combineren valt. Dus deze vond ik ook heel erg leuk. Dan heb ik deze mooie skinny jeans van de Zara. Dit is een bordeaux kleur wat deze in dit najaar ook weer heel erg in de mode is. En het is gewoon een simpele skinny jeans die van onder zeg maar niet echt is afgewerkt. Dat vind ik op zich wel heel erg mooi dat het niet gewoon simpel is als bij andere broeken. Maar gewoon een beetje los zit of ja zeg maar van die gerafelde touwtjes of hoe ik dat ook precies moet noemen. Ik vind het echt een hele mooie broek. Hij heeft gewoon wat speciale details. Hij heeft hier wat ritsen zitten. En hij zit gewoon heel erg fijn. Van boven tot onder zit hij super strak. Dus dat vind ik gewoon heel erg fijn om te dragen. Dan iets wat ik ook heel erg graag draag is zijn hemden bedoel ik. En deze komt van de Hollister. Die heb je waarschijnlijk ook al op mijn Instagram zien voorbij komen. Dit is gewoon een simpel geruite hemd. Ik knoop hem vaak om mijn middel heen of ik doe hem aan of ik sluit hem volledig. Je kan hier echt alle kanten mee op. Ik vind hemden altijd heel erg mooi staan. En dit is gewoon zwart-wit, dus kan je ook weer op alles combineren. Het zijn echt van die safe kleuren zoals je wel ziet. Maar deze vind ik ook heel erg mooi. Dan iets wat ik pas heb opgestuurd gekregen is de Kylie Jenner Lip Kit. En stay tuned, hier komt ook nog een unboxing en een review video van online. Ik ga nog even kijken of ik dat in één video samen ga doen. En ik heb gekozen voor Candy K. Ik vind dat een hele mooie kleur. Ik heb hem al 2 keren opgehad. Gisteren naar een feestje en ook 1 keer op 1 september heb ik hem ook opgehad. Echt een super mooi kleurtje. Verder ga ik er nog niet te veel over verklappen. Maar deze heb ik dus ook besteld op de Kylie Cosmetics site. Iets wat ik in het begin van de zomervakantie gekocht heb, is deze Babyliss stijltang en komt van Kruidvat. Hij was net geen €30 als ik me niet vergis. En deze kon je ook voorbij zien komen in mijn vlogs. Die had ik dus gekocht om mee te nemen op vakantie. Het is gewoon een hele simpele basic zwarte stijltang. Hij doet het wel goed, zeker voor mijn haar, omdat ik zeg maar niet heel moeilijk haar heb om te stijlen. Maar ik denk dat ik je deze stijltang niet echt kan aanraden als je hele grove krullen hebt. Want dan ga je denk ik wel best lang bezig zijn. Omdat ik moet persoonlijk heel vaak over een plukje heen gaan met deze tang voor het echt mooi stijl is. En bijvoorbeeld die van mijn zus die een stuk duurder is, gaat het gewoon veel sneller. Maar het was gewoon een makkelijke optie voor mee op vakantie te nemen. Hij kan gaan tot, ik weet niet wat de maximum graden hiervan is. 235 graden, dus dat vind ik wel warm genoeg. En dat is dus deze stijltang als noodgeval eigenlijk. Dan een heel erg leuk paletje van Essence. Het Essence Shape and Shadows Eyes Contouring Palet. Dit kan je gebruiken voor zowel je wenkbrauwen als voor je ogen. Het Bloggers Beauty Secret. En er zit ook een heel leuk spiegeltje in. En dit zijn de kleurtjes in close-up. Ik vind het heel erg
mooie kleuren. Er zitten dus ook wat shimmers in die je dus als oogschaduw kan gebruiken. Er zit een primer en fixing wax in en een highlighter. Dus dit palet heb ik ook nog nooit gebruikt. Ik ben heel benieuwd hoe het me gaat bevallen. Ik denk dat er ook nog wel een video van online gaat komen. Laat even de reacties achter of jullie dat leuk zouden vinden om hier een video van te zien. Dan kan ik dat zeker eens doen. Ik heb het dus nog nooit gebruikt en het ligt al een tijdje in mijn stash. Dus binnenkort ga ik daar zeker wat mee doen. Dan ben ik ook deze zomer goed gaan solder shoppen in de Push & Pull. Dat is een winkel hier bij mij in Maasmechelen. En hier heb ik, dit hemdje gekocht. Van welk merk is het? Van Guess. En het is zo'n jeanshemdje met zo van die, zeg maar, een vervaagde print. En dan heb je ook nog van die bolletjes erop. Ik weet niet of je het heel goed ziet. En het is zo'n beetje een crop hemdje. En die kan je dan aan de onderkant vastknopen. Dat je zo net je buik ziet. Ik vind het een heel mooi hemdje. Ook dit heb je sowieso in mijn zomervlogs kunnen zien. Als je die gevolgd hebt. En zo niet kan je het ook wel op Instagram en zo terugvinden. Maar dit hemdje vind ik ook heel erg leuk. Dan heb ik een shortje gekocht. Ook in de Push & Pull. En dat is dit zwarte shortje. Die heb ik naar de kermis regelmatig aangehaald. En deze heeft van die scheuren. En ik had nog nooit eerder een shortje met scheuren gekocht. Alleen maar lange broeken. Dus ik vond het wel eens leuk om uit te proberen. En het bevalt me echt heel goed. Want ik vind het super mooi en stoer staan. Dus ook deze zwarte short ben ik heel erg blij mee. Dan iets van Catrice. En dit is het Catrice All Around Contouring Palet. En zoals je ziet heb ik dit al een aantal keertjes gebruikt. Ik heb hier ook een First Impressions video van opgenomen. Ik zal die video even hier beneden linken als je daar benieuwd naar zou zijn wat ik van dit palet vind. Ik heb hem nog maar één keer gebruikt en dat was dus in die First Impressions video. Ik vind het wel een fijn paletje. Ik heb het verder ook niet meer gebruikt. Ik denk dat ik het echt ga doen met speciale gelegenheden zoals bijvoorbeeld kerst of nieuwjaar. Maar voor naar school vind ik het persoonlijk iets te heftig voor mij. En ik ben nog maar 15 jaar. Dus ja, dit paletje van Catrice kan ik je wel aanraden, want het is budgetproof. Dan heb ik twee dingetjes van Calvin Klein. Het is misschien niet zo heel bijzonder om te laten zien. Maar ik heb een onderbroekje gekocht van Calvin Klein. En dan ook een bovenstukje. Dit is meer zo'n soort van sport BH, zeg maar. En dus ook van Calvin Klein. En die zitten heel erg fijn. Die heb ik gekocht in de Village in de Outlet. Ik heb ook een nieuwe zonnebril gekocht, want mijn van de Primark was al lang stuk op vakantie gegaan. Dus heb ik deze gekocht bij Bijou Brigitte, als ik me niet vergis. Voor 15 euro heb ik deze kunnen scoren en ik vind hem heel erg leuk staan. Het is nu grappig om binnen een zonnebril op te zetten, maar zo ziet hij er dus uit als ik hem op heb. En vaak heb ik hem ook gewoon op mijn hoofd staan, want ik vind dat het ook wel leuk uitziet als je het zo hebt staan. Dus deze zonnebril ziet er zo uit. Een close-up. Hij heeft aan de zijkant gewoon een zwarte, hoe noem je dit? Een zwart been, ik weet niet hoe je dit noemt van de zonnebril. En dan van voor heeft hij zo wat extra details en print. En ja, deze zonnebril ben ik ook heel erg blij mee. Dan heb ik nog een trui gekocht, ook weer in de New Yorker. Zoals je ziet ben ik deze zomer eigenlijk vooral in de New Yorker in Push & Pull geweest. En dat is deze trui waar ik heel veel leuke comments heb opgekregen op Diamond Musical.ly's. Volg je me nog niet op Musical.ly, kan je dat even doen. Dat is ook Anouk.Folders gewoon. En dat is deze trui waarop staat Weekend met WKND afgekort en nummer 86. Vraag me niet waarom mij daar nummer 86 op staat, want dat weet ik niet. Maar ik vond het gewoon een heel leuke trui. Ik heb die samen met Sophie gekocht. Zij heeft die in Bordeaux en ik in zwart. En er zit dan ook nog een kap aan. Die doe ik natuurlijk niet op, maar het is wel gewoon zeg maar een leuk extraatje. En die is een klein beetje krop, maar als je met een high-waisted broek draagt, valt het heel leuk te combineren. Nog een shortje van de New Yorker. Ja, het kan echt niet op met die kleren. Is deze. Dit is een high-waisted short waar ik ook heel erg blij mee ben. Ik vind hem heel erg mooi staan. En hij heeft maar één knoop, maar de rits is gewoon wat langer gemaakt, zodat hij high-waisted is. En ook deze is mooi met een crop top en gewoon met andere topjes. Valt ook heel leuk te combineren, want het is gewoon jeans. En ik vind het leuk, het extra detail dat hij nog aan de zijkant van die knoopjes heeft. Dat maakt het zeg maar wat leuker. En ik vind het ook een heel mooi broekje voor een festival. Dan heb ik nog een soort van truitje gekocht van Supertrash en die komt ook van de Push & Pull. En deze vind ik, ziet er op zich eigenlijk heel basic uit. Hij heeft hier van boven een klein kooltruitje. Maar van onder is hij zeg maar wat specialer. Wacht, dan ga ik dit duidelijk laten zien. Van onder heb je zeg maar zo gekruist. En net waar het blouseje zich kruist, zie je net je navel. Het klinkt misschien heel erg raar, maar ik heb ook zo'n foto denk ik op mijn Instagram staan. Ik zal er wel allemaal eventjes hier in beeld zetten. Maar ik vind dat dus heel leuk staan. Het is zo net niet krop, maar je ziet alleen je navel door die kruising. Dus dat maakt het blouseje heel erg speciaal. En die is best wel warm, dus op zich is die ook geschikt voor de winter. En als je hier een hoge broek op aandoet, kan het nog wel zijn dat je gewoon niks meer ziet van je buik.
bijvoorbeeld voor school is het misschien stom als je wel iets ziet, want ik weet ook niet of dat op alle scholen is toegelaten. Dus deze trui vind ik heel erg leuk. Dan heb ik nog een t-shirt van het kledingmerk Matt. En ik heb me dus een hele tijd afgevraagd wat die Matt betekende. Maar dat was dus het klerenmerk. Heel dom van mij. En dit is ook een beetje een crop top. En die valt best wel groot. Want die is van achter valt die iets langer uit. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. En hij heeft hier ook aan de mouwtjes zo van die slingertjes, zeg maar. De slingertjes zijn wel niet echt van goede kwaliteit, want ik had al gemerkt dat er eentje was van afgevallen. Ik denk dat dat in de was gebeurde, dus toen hij in de wasmachine was. En ik weet niet eens of je die wel mag wassen in het wasmachine. Volgens mij moest dat handwas en mama heeft het daar waarschijnlijk gewoon in gegooid. Of het is gewoon mijn eigen fout dat ik het erin gedaan heb. Maar er is dus één sliertje aan de zijkant af, wat wel jammer is. Maar het valt niet echt op als ik het blusje aan heb. Het laatste kledingstuk, ik merk echt dat ik deze vakantie heel veel kleding gekocht heb, is dit shortje. En die komt ook van de Push & Pull en dit is van het merk Madonna. Ik wist niet eens dat dat een klerenmerk was. En ik weet ook niet of het vernoemd is naar de zangeres Madonna. Maar dit is dus het shortje, een hele lichte kleur, echt ideaal voor de zomer. En ik besef me net dat ik die deze zomer gewoon niet gedragen heb. Echt heel erg. Dat kwam omdat ik dus al mijn dingen aan het opsparen was wat ik deze vakantie gekocht had in een zak. En deze lag helemaal onderaan. En had er dus niemand bij stilgestaan dat die in die tas lag. Dus in ieder geval, deze kan ik volgende zomer zeker gaan opdragen. En ook nu als het weer wat mooiere dagen zijn. Want vandaag is het ook lekker warm buiten. Dus die ga ik zeker vaker dragen, want hij staat heel erg leuk. En dan als laatste nog een make-up item van Essence. Een Velvet Matte Essence XXXL Long Lasting Liquid Lipstick eigenlijk. Want hij wordt mat op je lippen. Hij is super mooi. En dit is in de kleur 17 Hot Brownie. Het is echt een heel mooi rood kleurtje. Kan je een beetje vergelijken met MAC Diva. Alleen veel goedkoper in prijs. Dus zit je te twijfelen, wil je MAC Diva kopen, kan ik je ook deze aanraden. Want die zit nog in het assortiment van Essence. En dit is dan het laatste. Ik had het trouwens in deze witte tas allemaal zitten. En deze is nu volledig leeg. Dus dat was alles wat ik deze vakantie gekocht heb. Vonden jullie het nu leuk? Laat het dan zeker achter hier beneden in de reacties. En wil je bijvoorbeeld van iets meer uitleg of een aparte video, mag je dat ook altijd laten weten. Vond je dit een leuke video? Vergeet je dan ook zeker niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan zou hebben. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!